voorafgaand aan de abortus was ik heel verdrietig, heel erg in de war en heb ik voor een abortus gekozen. Bij de abortuskliniek ben ik een anti-abortus demonstrant tegengekomen. Hij schreeuwde dat ik een moordenaar was en dat ik naar de hel zou gaan. Ik was denk ik zeker bang voor een oordeel. Bang was dat mensen zouden denken dat ik dom was of onbezonnen, dat het mijn eigen schuld was. Ja, door het maar met een paar mensen te delen en dat was eigenlijk heel fijn. Van hen kreeg ik dus ook de geruststelling en dit waren mensen die heel erg belangrijk vonden dat ik een keuze maakte die bij mijn leven paste, bij mijn waarden. Ik wens iedereen toe dat ze in vrijheid die keuze kunnen maken, want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Dat ik voelde dat mijn omgeving mij op zo'n manier steunde. Voor alle mensen die ongewenst zwanger raken, zou ik willen zeggen, je bent niet alleen. En wat ik iedereen toewens, is dat zij in vrijheid een keuze kunnen maken. Het allerbelangrijkste is dat je een keuze maakt die bij jou past. Hoop en ik wens dat die 90% van Nederland die achter het recht op abortus staan, dat zij samenkomen en op een liefdevolle, constructieve manier het recht op abortus verdedigen.